thank you, Finn. Goedemorgen, mensen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Daniel van Slochteren. Ik ben de CEO van Kahuna. Kahuna is een Europese MCSP. Vertegenwoordiger in Nederland, België en Spanje. Daarnaast zit ik in diverse advisory boards. Waarvan één nog wel extra noemenswaardig is de Technische Universiteit van Valencia. Waar we continu onderzoek ook doen op het gebied van innovaties. En in de komende 30 minuten ga ik jullie eigenlijk meenemen in mijn hoofd. Wat ik daarin wil gaan doen is, we gaan het hebben over de toekomst van de MCSP. Maar om het over de toekomst te kunnen gaan hebben, is het ook wel eens goed om het iets breder te trekken. En kijken eerst naar de uitdagingen die we in de hele cybersecurity industrie hebben. Met andere woorden, ik wil me eigenlijk gaan focussen de komende 30 minuten op drie doelgroepen. De eindgebruiker, de vendor en als laatste kom ik bij de MCSP. En dat geeft dan ook precies weer waar we als MCSP-organisaties ons in de toekomst op moeten gaan focussen. Want ja, ik hoorde net, ik zat de panelsessie te volgen, ik zie wel wat uitdagingen. En als we over uitdagingen gaan hebben en over die doelgroepen, laat ik gewoon eens beginnen met de eindgebruiker. En met de eindgebruiker, nou ja goed, velen van u die hier in het webinar zitten, kunnen het ermee eens zijn of niet. Maar wanneer we het over informatiebeveiliging hebben, hebben we het eigenlijk altijd over drie, en hebben we het vaak over people, process en technology. Nou, daar zeg ik nog niks vreemds in. En daarin hoor je vaak mensen zeggen, of in ieder geval de CISO en de CIO, hoor je vaak zeggen, ja, de mens is de zwakste schakel. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar vergeet niet dat de CISO en de boardmembers ook mensen zijn. En daar ga ik het nu even met jullie over, daar wil ik het graag over hebben. Want laten we eerst eens beginnen met de organisatiestructuur van de gebruikers, van de organisaties. Hoe kan het, en ik spreek heel wat CISO's, hoe kan het dat er heel wat CISO's gewoon niet in de boord zitten, maar altijd nog rapporteren aan de CIO of de CFO? Mijn inziens, ja, we vinden het allemaal heel erg belangrijk, informatiebeveiliging, maar zo belangrijk is het blijkbaar ook weer niet in de boord dat de CISO een boordpositie bemant. Dus qua structuur, ja, heb ik daar mijn bedenkingen wel over? Zeker ook, hè, zo net werd er gesproken over de toekomst van de CISO. Ja, ik denk dat de CISO moet veranderen. En dan met name de competenties van de CISO. Daar moeten we ons flink in gaan ontwikkelen. Was ik de chairman op een CISO-conferentie, 2 dagen lang. Dat was net voor de lockdown, daar zaten 80 tot 90 CISO's in. En toen stelde ik puur de vraag, wie van jullie heeft een technische achtergrond? En wat bleek dus, 99% van alle CISO's die daar zaten, hadden ofwel een technische achtergrond, of een analistenachtergrond. Ja, en dan vraag ik mijzelf af, waarom hebben mensen 10, 20, 30 jaar geleden ooit voor een technische opleiding gekozen? En waarom zijn mensen daarna echt meer de technology zijde ook ingegaan, in de computers en de nou, noem het allemaal maar op. Ja, ik kom dan tot de conclusie, ja, omdat het geen communicatiemensen zijn. En ik wil niet zeggen dat iedere CISO een autist is, laten we wel zijn, dat zou je mij absoluut niet horen zeggen. Maar feit is wel, het zijn ook geen marketeers of communicatiemanagers. Het is niet hun comfortzone. Terwijl juist een van de belangrijkste competenties van de CISO zou moeten zijn, is communiceren. Maar dat is niet hun comfortzone. En daar zie je alweer een hele moeilijke tegenstrijdigheid. En dan hebben we het er altijd wel over, ja, dat de mens de zwakste schakel is en dat we runnen awarenesscampagnes en de gebruikers doen niet wat we zeggen. Maar misschien heeft het ook wel te maken met hoe wij de boodschap brengen. En ik zie dat echt wel als een serieuze uitdaging waar we als industrie ons verder moeten gaan ontwikkelen. Een ander punt die ik als een uitdaging zie bij de eindgebruikers is ook vaak IT.
En waarbij men ook roept, hè, van ja, of denkt, wacht even, en daar zit een heel belangrijk nuanceverschil in. IT denkt dat het leading is, maar we moeten wel het onderscheid blijven maken dat hey, IT kan het belangrijkste bedrijfsproces zijn. Dat ben ik helemaal mee eens. Er zijn heel weinig bedrijfsprocessen die door kunnen gaan op het moment dat IT eruit ligt. Maar laten we wel zijn, we zijn over het algemeen toch faciliterend. We moeten voldoen aan, hè, en aan de wensen en de eisen van, die de business stelt. In plaats van dat we technology-driven keuzes maken. En ja, ook daarin zie ik ook vaak nog bij een CIO, dat het ook vaak vanuit de technology-hoek komt en dat investeringen ook op die manier worden gedaan, in plaats van dat goed wordt gekeken van oké, maar wat zijn nou de business requirements? En ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Stel, als eindgebruiker in de board wordt besproken op strategisch niveau, we zijn een organisatie business to consumer, en daar wordt besloten, wij zien social media de manier om onze gebruikers, of onze klanten, om onze klanten goed te kunnen bedienen. Dus we gaan inzetten op allerlei social media applicaties. Ja? Dan is het aan ons als de CIO en de CISO om dat goed te vertalen en dat je ook dus de investeringen die je gaat maken, hè, dat je ervoor zorgt dat oké, maar als dit is wat de business is, als zij denken daar 10, 20, 30, 100 miljoen meer omzet mee te realiseren, laten wij er dan voor zorgen dat we een oplossing bieden, hè, die ervoor zorgt dat zij op een veilige en snelle manier, ja, dat publiek kunnen benaderen. In plaats van dat we aanschaffen doen, en wat je vaak ook nog ziet, dat op basis van, ja, maar hoeveel specs, maar de beheerders vinden dit product fijner werken, de throughput van een device. Ja, maar jongens, nee. Luister naar de business en vertaal dat naar oplossingen, in plaats van dat je de cycles andersom draait. Ervaring leert dat je dan ook veel minder uitdagingen krijgt om je budgetten geaccordeerd te krijgen. Maar goed, dat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen, even heel kort opgezond, die ik dan zie aan de eindgebruikerszijde. Dus met andere woorden, de structuur. Hè, waar hangt de CISO? Waar staat die C daarvoor? Hè, we hebben de CEO, we hebben de CIO, we hebben de CMO, CFO, noem ze allemaal maar op. Maar de CISO, die zit niet op datzelfde level. De competenties van de CISO, hè, dus de communicatieskills. Hetzelfde geldt dus ook grotendeels over de CIO daarin. Ja. En het gedeelte is dat we het vaak toch nog weer vanuit de technology-driven cycle aanvliegen, in plaats van dat we goed begrijpen wat de business vraagt. En dat weten om te turnen. Dat is de eerste groep. En als MSSP moeten wij erover nadenken hoe wij daar een rol in kunnen gaan vervullen in de toekomst. Tweede uitdaging, of de tweede doelgroep, de vendor. Dat zijn er nogal wat tegenwoordig. Kijk, als je nu naar de gemiddelde... Nou, neem de vendor op endpoint security. Hoeveel fabrikanten zijn er wel niet alleen al op het gebied van endpoint security? Ik kan er zo 25 minimaal opnoemen. Ja, dus je gaat door die bomen, als gebruiker zijn is het heel lastig om door de bomen het bos nog te zien. En van, maar waar moet je voor gaan kiezen? Jullie hadden het er net al even over, de silver bullet. Ja, jongens, iedereen doet steeds meer. Ze gaan allemaal in elkaars vaarwater zitten. Het wordt nogal complex. En waarvan ik ook denk dat de gemiddelde vendor zijn eigen rol nog wel eens overschat. De point solutions, je bent een puzzelstukje. Je bent niet de puzzel. En daarbij een ander iets is, ik spreek heel wat fabrikanten, en of dat nou op VP niveau is, of tot aan sales, engineering, pre-sales, noem het allemaal maar op. Maar er zijn uitzonderingen daar gelaten, hè, want absoluut, er zijn er ook een x-aantal die het zeker wel snappen, maar een heleboel snappen het hele vakgebied niet. Die snappen het vakgebied informatiebeveiliging niet. Als we het dan over de ISO-domeinen hebben, als we het over een COVID-framework hebben, nou, laat ze 5 domeinen opnoemen, het wordt al lastig. Sterker nog, een totaalbeeld. Kijk, wat je ziet bij de fabrikanten, zijn sterk
in het pitchen van hun eigen product. Ze weten ook vaak hoe ze een stukje pijn daarin weg kunnen nemen van de klant. Maar hoe dat dan in zijn totaliteit uitpakt. Hè, meer een holistisch beeld. Hoe dat binnen een organisatie valt. En welke risico's het verder mitigeert. Dat vinden bedrijven lastig. En die vinden door. Want dat komt ook weer vaak vanuit die technology-driven cycle. Terwijl, naar mijn inziens, moeten we kijken naar een tweetal zaken. Naar de governance van de klant. En we kijken dus naar het beleid. En wat valt onder beleid? Daar valt de compliance onder. En daar valt de cultuur van de organisatie onder. En zeker al, als je het dan over de silver bullet hebt. Ja, jongens, de cultuur per organisatie verschilt. En het tweede gedeelte is dat je naar de risicoanalyses van de klant moet kijken. Er zijn weinig fabrikanten die ik de vraag hoor stellen waar de toprisico's van de klant liggen. Dus als je niet weet waar de risico's zitten, hoe kun je ze dan aflichten? En dan beperk je jezelf als fabrikant ook zijnde om een volwaardig gesprekspartner te zijn. En je zal altijd gezien worden van, het is die partij die komt even langs. Die plakt een pleistertje of die komt met hun product aan zitten. In plaats dat je een volwaardige, serieuze gesprekspartner bent voor de eindgebruiker. En dat je ook een goed beeld hebt van wat er in de industrie plaatsvindt. En in de samenleving, excuses. En doordat je dus heel erg in die trechter zit vanuit de technology. Ja, zie ik een volgende uitdaging wel voorbij komen ook dat veel fabrikanten moeite hebben om op C-level met de klant te spreken. Omdat ze de uitdagingen niet goed begrijpen. Nou goed, dus dat is een wel iets waar ook zeker aan gewerkt moet worden op Wendeland. Plus de flexibiliteit. En wat bedoel ik daarmee? Nou, waarom zijn nou bedrijven als Amazon en Azure, Google zo snel gegroeid en succesvol geworden? Omdat ze een bepaalde flexibiliteit kunnen bieden. Ja? En hetzelfde zie je ook, en nu heeft de industrie dat, heeft de detacheringstakken, de randstads van deze wereld hebben het wat zwaarder. Maar ook die tak, weet je, die floreerde de afgelopen jaren enorm. En hoe komt dat? Omdat ze heel flexibel kunnen zijn. Als je morgen als organisatie, als ik als gebruiker 500 man erbij nodig heb, dan bel ik een aantal Randstads, Ordina's, KPN's, noem ze allemaal maar op. Maar ik heb ze binnen een maand heb ik ze zitten als ik een beetje geluk heb. Afhankelijk van de competenties die ik vraag en de functies. En aan de andere kant, als ik zeg, ja maar oké, ik heb dus ook een x-aantal virtuele machines nodig. En ik moet ervoor zorgen dat de mensen kunnen werken. Dan ga je naar een Azure of een Amazon en voor je het weet, je klikt een aantal virtual machines aan en je kan gaan. Dus de hele wereld wordt flexibel. Overal is het hop-on, hop-off. Het is jammer, want door het hele COVID, voor de voetballiefhebbers, we zouden deze zomer het EK krijgen. Nederland zou eindelijk een keer weer meedoen aan het EK. En ik weet er 100% van overtuigd dat er heel wat marketeers zijn die dan op dat moment denken, we gaan een campagne lanceren en we gaan voor de komende 3 maanden brengen we een website in de lucht en mensen kunnen tickets winnen. Dus dat betekent, ze gaan naar de Amazon Cloud, ze gaan naar de Azure Cloud en ze vinken wat aan. Nou, ik ga een beetje links en rechts, ik snij wat bochten af, maar het komt erop neer, binnen no time draait dat. Maar dat moet ook beveiligd worden. En wat je dan ziet, is dat die fabrikant, op het moment dat je met de traditionele security vendoren praat, dan hebben we het altijd over contracten van 1, 2, 3, misschien wel 5 jaar. In plaats van, ja maar wacht even, ik heb morgen voor de komende 3 maanden heb ik security nodig. Maar daarna moet het ook weer afgeroomd kunnen worden. En dan kun je wel zeggen, ja oké, dat kan bij ons, maar dan koop je een licentie voor 12 maanden en gebruik je 3 maanden. Maar dat is natuurlijk niet de flexibiliteit waar we met z'n allen naar op zoek zijn. En daar zit echt wel een uitdaging. Hoe ga je als security vendor mee in de bewegingen en de verwachtingen die de maatschappij tegenwoordig heeft van heel wat andere takken. En daar als MSSP ook zijnde, ja, moet je ook over nadenken. Wacht even, als mijn vendor niet die flexibiliteit kan bieden, hoe kan ik er dan voor zorgen dat die klant toch geholpen kan worden? Dus als je dan kijkt eerst naar de uitdagingen
van de eindgebruiker. Vervolgens kijk je naar de uitdagingen van de fabrikanten. Ja, en dan krijgen we nog de uitdagingen van ons als MSSP. Maar voordat ik dan naar die MSSP-tak wil gaan, hebben we volgens mij overal met z'n allen nog wel wat uitdagingen. En dat zijn de innovaties. Ja, we houden allemaal van innovaties. En ik kan, weet je, het zou heel raar zijn als ik zou zeggen dat ik, als iemand die continu zich bezighoudt met alle ontwikkelingen van artificial intelligence, internet of things, virtual reality, 5G, noem ze allemaal maar op vanuit de universiteit, als ik zou zeggen, ja, ik vind helemaal niks. Nee, absoluut. Ik ben er een groot voorstander van. Het biedt ons heel veel kansen. Maar we hebben wel de uitdaging. Het feit is dat heel wat eindgebruikers gebruiken al lang al die innovaties. En dan komt die. Er zijn heel weinig CISO's en riskmanagers die van tevoren daarin betrokken zijn geraakt, die een risicoanalyse mochten loslaten op het feit van, wacht even, een bedrijf gaat nu artificial intelligence toepassen, een bedrijf gaat nu virtual reality toepassen, of internet of things, welke potentiële bedrijfsrisico's neemt dat met zich mee? Dus voor je het weet, wordt zo'n innovatie wordt al toegepast, terwijl we eigenlijk helemaal niet goed weten welke risico's het met zich meebrengt. Sterker nog, ik weet zeker van alle fabrikanten en security specialisten die je vandaag ziet, en dat er heel weinig zijn die mij een goed antwoord kunnen geven over welke risico's kleven er aan virtual reality, welke risico's kleven er aan artificial intelligence, en hoe beveilig je dat soort omgeving? Ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij toch weer, hè, wij zitten niet op, hè, dus die eindgebruiker zit niet op, echt in die boord. Ja, daar wordt misschien wel iets bedacht vanuit marketing in combinatie met commercie. Dat laten we zeggen, die Internet of Things, nou weet je, we kunnen veel meer inzage krijgen van onze klanten. Het wordt al geëxecuteerd en vervolgens dan krijgen we later nog een keer, krijgt de CISO te horen of de riskmanager, ja, het draait. Zetten. Zonder dat je daar een goede analyse op los hebt kunnen laten. En dan heb ik het nog niet eens over zaken als GDPR en al dat soort zaken. En dat is uitdagend voor ons allemaal. Maar ook voor de vendoren. Want die wereld gaat zo snel. En er gebeurt nu zoveel. En ik denk dat we sinds de komst van het internet, staan we met z'n allen voor de grootste uitdaging, voor het grootste labyrint ever weer. Want niet dat er één innovatie op ons af is gekomen, maar er zijn er gewoon een stuk of 5, 6 tegelijkertijd gekomen. Ja, dat hebben we jarenlang niet gehad. Dat is de afgelopen 20 jaar niet geweest. En we hebben alle hens aan dek om die goed te kunnen omarmen, maar ook goed te begrijpen welke risico's eraan kleven en de consequenties, kunnen we die wel aanvaarden of niet? En ik denk dat tijdens een COVID-periode, ja, weet je, dan zie je ook weer allemaal ontwikkelingen. En voor je het weet, en of dat nou op apps is en die niet goed getest zijn, en daar eigenlijk daarna weer een hele stille dood sterven of wat dan ook, ja. Het gebeurt te veel. En ik weet zeker, er zitten hier een aantal in het webinar, misschien zijn ze inmiddels ook allemaal afgehaakt, CISO's en CIO's. En ik weet, ik ben er 100% van overtuigd dat jullie in jullie organisatie ook die innovaties al hebben omarmd, zonder dat je daar goed van de risico's kent en hebt kunnen ondervangen. Sterker nog, van een aantal innovaties weten we ze eigenlijk nog helemaal niet goed. En we weten nog niet goed wat VR met zich brengt. Het is niet voor niks dat virtual reality nog niet in de bioscopen draait. En dat volledig wordt toegepast. Puur, wat doet het met het menselijk brein? Maar ook, hoe kan je dat soort omgevingen tegen je gebruiken? Nou ja, goed, ik zie ook hier op de chat zie ik ook iemand aangeven, hè? Shadow IT. Ja, nou ja, goed, weet je. Jongens, containers, er komt van alles en nog wat, maar be aware. En dat is een algemene uitdaging die niet alleen voor de eindgebruiker geldt, dat is niet alleen voor de security vendor, dat geldt ook voor de MSSP. En dat betekent gewoon dat we ons moeten ontwikkelen. Wij moeten ons als industrie, moeten we ons breder ontwikkelen dan alleen op dat cybersecurity stuk. Wij moeten begrijpen waar we over praten. Hetzelfde geldt ook, bedrijven gaan naar de cloud. Ja, dat betekent gewoon dat wij dat de eindgebruiker, de vendor, als wel de MSSP, dat ook de security mensen aan alle kanten moeten begrijpen, hoe steekt zo'n cloud platform in elkaar, in plaats van dat je eraan komt zitten met je virtuele firewalls alleen. En want daarmee ben je er niet. Begrijp waar je op draait. Nou, dan gaan we naar en daar zit dus ook de grote kans voor de MSSP. Het is dus even alles weer opgezond. Daar liggen allemaal kansen voor ons. En dan de laatste groep, wij zelf, waar ik ook als Kahuna onderdeel van ben, die MSSP. Nou, waar hebben wij, waar liggen onze uitdagingen? Nou, ik denk dat de grootste
uitdaging ligt in het feit dat wij moeten durven veranderen. En we moeten durven anders denken. En dat is best lastig, want ook wij moeten uit onze comfortzone. En ik ga een voorbeeld geven. Vanuit Kahuna leveren wij al meer dan 10 jaar Seamshock-achtige diensten. En toen waren er nog geen handjevol in de Benelux die dat ook deden. En als ik kijk tegenwoordig hoeveel partijen wel niet SOC-services kunnen leveren, het is net alsof je het uit de muur trekt. En hoe gaat dat nou in de maatschappij eraan toe? Heel simpel. Er wordt een RFP wordt in de markt gezet. Die RFP wordt door een eindgebruiker in de markt gezet met een aantal requirements. Vervolgens gaan daar een tiental partijen die schrijven erop in. En uiteindelijk wint één partij, op basis van een x-aantal criteria. PO's worden getekend. En voor je het weet loopt een engineer bij de klant naar binnen met een box onder de arm. En die zegt, waar mag ik hem plaatsen? Dan zeg je, zet daar maar in de hoek. En dan komt de vraag. Hartstikke goed. Wat wil je zien? Hoe bedoelt u, meneer de MSSP, wat wil ik zien? Ik wil alles zien. Ja? Maar dat alles is niet meer realistisch. Ik zie wat er op ons afkomt. Op het moment dat de wereld Internet of Things meer en meer... En daar is geen... There is no way back. Internet of Things wordt geaccepteerd en wordt toegepast. Ja? Maar dat betekent ook dat je heel veel logging gaat krijgen. En als je ziet hoeveel sessies en hoeveel applicaties en wat er allemaal tegenwoordig op het netwerk gebeurt, als je dat vergelijkt met jaren terug, je kunt niet meer alles zien. Als je denkt dat je alles kan gaan aansluiten, dan ga je door de bomen het bos niet meer zien. Ja. En daar moeten wij als MSSP's ook in durven veranderen, dat wij die ugly truth durven te feesten, dat wij niet in controle op alles kunnen zijn. Focus. Focus je op de risico's van de klant. Focus je op de governance van de klant. Ja? Bescherm zijn kroonjuwelen in plaats van dat je denkt alles. Nee, daarvoor hebben we toch ook alle tools. Vertrouw ook op de producten die je levert aan de gebruikers. En leid ze op. En zorg dat die first line of defense, dat je misschien daar wel uit weg moet blijven. Ja? Dat jij je echt, wij met z'n allen zijn de experts. Laten we ons dan bezighouden met complexe materie. En daarin moeten we onszelf ook met z'n allen gaan ontwikkelen. En ook voor de MSSP geldt, zorg dat je flexibel bent. Zorg dat je flexibel wordt in je dienstverlening. En ontwikkel jezelf. Wij zijn natuurlijk als MSSP's ook, wat is onze comfortzone? Ja, onze comfortzone is om met de security mensen van de klant te spreken. En wij vinden het heerlijk om met de security manager, de CISO, de ISO, een keer een IT-manager, IT-director, CIO te spreken. Maar spreek nou ook eens een keer met de CFO. Spreek ook eens een keer met de CMO. En vraag die mensen ook, waar lig jij nou s'nachts wakker van? Wat zie jij als grootste risico? Want ik ben ervan overtuigd dat als je aan de CMO vraagt, waar zie jij het grootste risico? Dat hij een heel ander antwoord gaat geven dan als je het aan de CFO vraagt of aan de CIO. Begrijp je klant. Zorg ervoor dat je een volwaardig gesprekpartner bent op alle lagen in de organisatie. En als je dat niet als individu, zorg ervoor dat je dat dan als team op die manier het gesprek kan aangaan. Ja. Met andere woorden, zorg ervoor dat je je klant begrijpt en dat je op strategisch, tactisch en operationeel niveau mee kan met je klant om hem zo goed mogelijk te helpen en zijn risico's daar waar nodig kan mitigeren. Nou, dan hebben we volgens mij, om het even samen te vatten, hè, en de vraag was natuurlijk van Willem, de toekomst van de MSSP, waar ligt de kans? En de kans zal zijn dat wij de verbindingspartij, hè, wij moeten de verbinder zijn, wij moeten begrijpen, wij moeten de business requirements van onze klanten kunnen vertalen naar de oplossingen die de fabrikanten kunnen leveren. Ja? Dus word die gids. Word die gids in dat labyrint. Al die innovaties die op ons afkomen. Dat is complex, dat is lastig. Het is niet niets wat er op ons afkomt. Het is ongekend moeilijk om daar overal op in te kunnen springen. Dus help de eindgebruiker erin, maar help ook de fabrikant. Ja, want ze weten alles van hun product, maar neem ze ook mee in die journey de andere kant op.
Zorg ervoor dus dat je flexibel bent, want de fabrikanten vinden het nog best lastig, de security fabrikanten. Dus zorg ervoor dat je met je diensten, dat je uiteindelijk toch voor kan zorgen dat als een CMO 3 maanden een tijdelijke website in de lucht brengt, dat je die kan beschermen. En dat je niet gelijk over contracten plaatst van 2, 3 of 5 jaar. En dan misschien wel het allerbelangrijkste. Daniel, yes. I just wanted to flag, we've got a few almost questions there in the audience. I don't know if you've seen Maurice Derrigui asked a couple of questions. One related to how the MSS providers get in touch with other IT organizations. Let's say you outsource, you know, to an MSP and they outsource to a SOC and so on and so forth. I don't know if you could speak to that a bit. Yes, well, if I have 2 minutes, because then I'm finished my presentation and then I'm there for the Q&A. So het belangrijkste punt, misschien wel voor niet alleen de MSSP, maar geldt voor heel veel partijen, toon leiderschap. Maak keuzes, maar weet ook gewoon je mensen te stimuleren en streef naar gezamenlijke ambities. En ja, waarbij je één ding voorop moet stellen. Het team is belangrijker dan de individu. En ik ben ervan overtuigd, beste MSSP'ers, wanneer je dit weet realiseren en je ervoor kan zorgen dat je mensen niet meer voor jou werken, maar aan jouw organisatie, dan ben ik er 300% van overtuigd dat een analist die aan jouw organisatie werkt, veel meer detecteert en vindt dan een analist die voor je bedrijf werkt. Ja. Dus zorg ervoor voor die intrinsieke motivatie en omarm het als team. That's it. So now, Willem, there is time for questions. Fantastic. Yes, I just wanted to jump in. Maurice has written a couple in Dutch, which I can sort of read, but I can't really read. And then there's that question of MSS. Integration with other IT organizations. Let me see. I the last question I saw was the one at 9:49 from John Veldhuis. Oh no, there was Philip Verbeek before. Q&A, if you go in the Q&A section. Ah, I'm sorry. Yes, I was to the chat. Okay. Well, first of all, hi Maurice. Okay. Is Maurice? Can you? What's the question? Because I'm searching for the question. I guess he was asking. It's not a real question, or am I wrong, Maurice? I think the original question was on integrating with other IT organizations. Oh, integration with other, yeah, well, when you talk about integration with other, that can be on different levels, and depending also on the share and the stakeholders, of course. But if I look to Maurice, you're working at the local governance, at the government, and you have to work with third parties, you have a technical, but yeah, I'm still searching for the question, Willem. I'm sorry. I do not know what he wants to understand from me. I guess maybe we can take it offline because we're a bit short of time. Yes. What if I make an introduction to you and Maurice offline? That might be good. Yes, please. Fantastic. Well, we've had some lovely comments in the audience. We've had debate, which I can't quite follow, but I think that's been a fantastic tour de force. I know you're back at the end to lead us out with the technology creating the MSS of the future. So that'll give us another opportunity to interact. But yes, if there's no other questions, I think we have to move along. I think that's fantastic. Yeah, it's a very powerful session. Gets us off a great start to the day. And we will welcome you back very shortly. I see you all later on today when I will manage the panel session. Thank you, Daniel, and thank you to Kahuna. Nice to see you. Thank you, Philip.
Fantastic. And some of you are...